Een target process leggen we dat allemaal vast. Dit hebben onze leerlingen gemaakt. Een filmpje over de kleuren van de vlinders. Zit er niet in. Wat er wel in zit, is dat we volledig in kaart kunnen brengen wat de kwaliteit van de leerling is. Het rode gedeelte is datgene wat we nu met een diploma in kaart brengen. Waar eerst je het pakket wiskunde op VWO 6 of zoiets. We kunnen laten zien hoe het leerproces van de leerling is verlopen. Dat via een quality-based learning. De leerling legt het vast. Hij doet een digitaal zelfassessment. De coaches zeggen, die kennen dat kind goed. Jij moet dokter worden, jij moet kunstenaar worden, jij moet ingenieur worden. En dan zeg je, ja maar ik wil dokter worden, ja maar ik wil kunstenaar worden, ja maar ik wil ingenieur. Ja dat weten we, maar jij bent toch volledig geschikt voor. En wij kunnen dat dus. En de universiteiten, daar zijn we dus nu mee bezig, die zeggen, als dit goed werkt, dan zou het wel heel interessant zijn. Want dan weten we wie de ideale dokter is en dan weten we wie de ideale kunstenaar is. Als hij een jaar of 18, 19 is. Of althans, die de grootste potentie heeft om dat te worden. Wat we nu niet weten als we zeggen, dat je 8,5 gemiddeld moet hebben om op de UvA medicijnen te gaan studeren. Want om helemaal de vraag of je dan social skills hebt en empathisch vermogen. En we noemen dat HIA.
het holistisch individueel aura, maar betekent ook zoals je in het filmpje ziet, zo zet je je uit als vlinder, here I am. Zo sta je in de wereld, dit is mijn kwaliteit, de wereld heb je me nodig een beetje met te vinden, zoals die mevrouw net. En dan, maar je deelt ook je kennis met die kinderen die aan de andere kant van de wereld, jij bent onder water, maar aan de andere kant deel je die kennis met jouw kind. Dus, en dit is het leukste plaatje. Dat is het plaatje van de Dagblad de Limburger, van de journalisten die een hele dag met ons meetrok. En het is het grootste probleem wat we op dit moment hadden, dat toen de kinderen op vrijdag hoorden dat maandag herfstvakantie was, toen brak de pleuris uit. En dan kun je dus niet voorstellen als je geconditioneerd bent in het oude systeem. Dit is wat ik, en ze zijn thuis, dus ze maken hun eigen leeromgeving, dat is kunstgras op de vloer en daar hangt een. En de Cadillac van 69 is het behoor van de leraar, dat heb ik allemaal zelf verzonnen. En dit is wat ik jullie toewens. En ik zou zeggen, veel succes met het afbreken van het systeem. Dank u wel.